Ugh. Let me first do my story voordat ik weer naar mijn pokoes ga. That's my mood for now. Ik had helemaal niet zoveel te doen vandaag, maar ja, ik weet het niet. Op een of andere manier ben ik toch alles met haast aan het doen. Ik blame het gewoon op het feit dat ik net terug ben van 2 weken vakantie. Dus ik moet nog een beetje inkomen in mijn routines. Ik heb vanmorgen wat stalen opgehaald voor onze vloer in het nieuwe huis. Volgens mij klinkt dat heel random voor jullie. Alsof ik echt van het een naar het ander spring. Ik weet eigenlijk ook helemaal niet voor welke vlog dit beeld is. Maar ik gok dat het voor de eerste vlog is na mijn vakantie. Ik ben wel onderweg naar een heel leuk event van Paula's Choice. Er zit een overnachting bij in Plantage Rococo. Rocco. Rococo. In dit hotel. Coco gaat er ook heen, dus die zie ik daar. Heel veel zin in. Ik slaap ontzettend slecht de laatste tijd, dus... Oh my god, ik ben mijn zwangerschapskussen vergeten. Kutzooi. Nou, dat is waar kut. Maar goed, it is what it is. Maar ik hoop dat ik daar dus even wat beter ga slapen. Want ik... Slaap, wat is slaap? Ik weet niet meer wat slaap is. Ik hoopte dat ik nog een beetje goed zou slapen voordat de baby komt. Maar volgens mij is goed slapen gewoon voor nu voor altijd over. In ieder geval, ik ben onderweg naar het event en ik neem jullie gezellig mee. Ik ben nu een week terug uit Curaçao. Ik moet nog steeds heel erg wennen aan de temperatuur hier in Nederland. Ik doe echt alsof ik 6 weken in Curaçao ben geweest. Het waren er maar 2. Maar ja, het verschil in temperatuur is gewoon... Dat krijg je natuurlijk wel als je op vakantie gaat in de winter. Ik ben nu onderweg naar Amsterdam. Ik heb een shoot voor Linda Meijden, het magazine. Ik heb daar al eerder over verteld. Ik krijg een interview over mijn aandoening liegen. Dus daar gaan we vandaag de foto's bij schieten. Volgens mij zijn we echt zo klaar. Dus dat is fijn. Ik heb daarna nog een paar afspraken en ik moet een video editen. So it's a busy day. Ik was vandaag al best wel vroeg op. Ik denk dat je het ook wel een beetje ziet aan mijn ogen. Al moet ik zeggen, wow, I look fucking glowy on this screen. Wow. Ik weet niet of dat ook in real life zo is of dat het nu gewoon aan de belichting ligt, maar wauw, daar ziet mijn huid er heel goed uit. En ik zal jullie na de shoot even een beetje een live update geven, want ik ben met aardig wat dingen bezig. Ik ben ook op Instagram nog in Curaçao. Er zijn mensen die er echt boos om kunnen worden, wist je dat? Echt bizar. Ik krijg letterlijk DM's met why are you pretending to still be on your baby moon? We all see you on the stories of Paula. Waar mensen zich druk om maken, hè? Waar mensen zich druk om maken. Ik maak gewoon altijd heel veel content op een dag op vakantie. Want je gaat ontbijten, je gaat lunchen, je gaat avondeten. Je doet tig outfit changes voor je gevoel. En om jullie nou elke dag te bombarderen met een storyreeks van 30 of 40 stories, ja, dat doe ik gewoon niet. En voor mijn eigen veiligheid en gemak post ik mijn stories lekker ook nog als ik thuis ben. Of als ik weer thuis ben. Want ik post eigenlijk nooit exact waar ik ben. Dat vind ik gewoon niet heel fijn. Dus als je mij een tag ziet plaatsen dat ik op... het strand Casabau ligt in Curaçao. Ja, dan lag ik daar gisteren en niet die dag. Want ik heb zo vaak gehad dat ik dan DM's krijg met... Oh mijn god, ik ben daar nu ook. Zullen we even meeten? En er hoeft maar 1 rotte appel tussen te zitten. En je hebt er een stalker bij. En dat wil ik gewoon niet. Maar goed jongens, drukke dag dus. En dan klets ik jullie later bij.
vaatwasserzak. Ik ben weer terug thuis. Ik heb mijn koffietje gehaald. Ik denk ik ga eventjes een live update geven. Maar de buren denken natuurlijk weer, nou dat ga je gewoon helemaal niet doen vandaag. Weet je wat mega ironisch is? Ik denk dat ik de eerste 2 dagen of de eerste dag op Curaçao echt heerlijk heb kunnen slapen. En wakker werd met het geluid van de golven. En de dag daarna begonnen ze met het bouwen van een extra stuk van het hotel recht tegenover ons raam. Dus we werden elke dag ik werd daardoor elke dag wakker om 7 uur 's ochtends met keihard geluid. Het is gewoon alsof ik een soort magneet ben voor klussers. Er wordt altijd om me heen geklust. Maar goed, oké, het is nu stil, dus laat ik daar gebruik van maken. Ik heb net een shoot gehad en volgens mij zijn de foto's echt heel leuk geworden. Ik vind het ook echt heel leuk wat ze met mijn haar heeft gedaan. Ik zou mijn haar vaker zo willen dragen, alleen het kost gewoon best wel veel werk. Want je moet het per plukje dan een andere kant op krullen. En mijn haar is best wel plat van zichzelf, dus dan zit ik waarschijnlijk de hele dag dit te doen. En dan wordt het weer pluizig, dus dan moet je dat weer bijwerken. Maar goed, ja, het ziet er wel heel leuk uit. De reden waarom ik het eigenlijk altijd vastdraag is omdat dit gewoon veel werk is. En ik vind mijn haar doen gewoon niet heel leuk. Kijk, als ik het leuk vond, dan was het een ander verhaal. Maar het is nou niet echt iets waar ik graag mijn tijd aan besteed. Maar goed, aan mij doe ik more often. Want dit is wel... I like this look. Ik ga iets meer... naar achter doen. Oh, wat irritant dit. Ik zou maar een belangrijke video moeten filmen nu. Dat hoeft gelukkig niet. Ik ben nu dus een week terug uit Curaçao. Fee en ik hebben echt een... Ik ga er gewoon doorheen praten, jongens. Anders dan kan ik waarschijnlijk morgen pas filmen. Fee en ik hebben echt een heerlijke babymoon gehad. Ik heb echt wel een klein beetje moeten smeken om deze vakantie. Felix wilde heel graag met mij weg, maar had tegelijkertijd ook zoiets van ja, maar we gaan ook verhuizen en verbouwen. En het is allemaal zo kort op elkaar. Ik moet ook gewoon nog werken. Uiteindelijk toch overgehaald dat het wel belangrijk is dat we nog eventjes met z'n tweetjes weg zijn. En nog even genieten voordat alle chaos begint. En volgens mij heeft hij daar geen spijt van gehad. We hebben ook een dagje klein Curaçao gedaan. Dus dan word je om 7 uur opgehaald met de boot. En ben je rond 5 uur weer terug. Super leuke dag gehad. Vee is normaal nooit zo'n fan van zulke dagen. Omdat je dan afhankelijk bent van nou ja, het team wat je ophaalt. En je zit aan tijden vast en zo. Dus het voelt alsof je het allemaal niet echt naar je eigen wensen kan invullen. Eenmaal op klein Curaçao kan je doen wat je wil. Dus dat kan zeker wel. Maar ook daarvoor had ik hem uiteindelijk overgehaald om dat alsnog te doen. En daar had hij ook zeker geen spijt van. Ik vond het daar persoonlijk echt het mooist. Ik moet zeggen dat ik heel Curaçao eigenlijk een beetje zo had verwacht. Dus ik vind Curaçao zelf niet... Ja, het is niet dat ik zeg, oh wat een lelijk eiland. Maar ik had het mooier verwacht. En daarom ben ik zo blij dat we wel klein Curaçao hebben gezien. Want ja, dat was gewoon echt mega blauw water en... op zich wel een bounty strand. Ik weet nog dat wij terugkwamen van Klein Curaçao. Dan word je dus, hoe zeg je dat, aangemeerd. Op dezelfde plek als waar ze je ophaalden. En daar zit een cafeetje aan vast. En wij kijken naar dat cafeetje en we zien 2 mensen zo heel uitgebreid zwaaien. En we denken, hè? Dus ik kijk goed en dat is gewoon de vader en de tante van Felix. Zijn vader was daar ook op vakantie. En zijn tante die woont daar echt al 16 jaar of zo. Maar die kwamen ons heel onverwachts oppikken en opwachten. Wat super gezellig was. Dus we deden daar een drankje. En het was zo'n fijne dag. Zo'n fijn moment. We hadden het zo lekker gehad. En dat merkte ik ook aan Vee. Die zei ineens, meisje, laten we gewoon bijboeken. En dat was echt wel een heel belangrijk moment voor mij. Want... ik ben in deze 5 jaar nog nooit meegevraagd op vakantie door Felix. En ik weet dat dat niks persoonlijks is. Ik vat dat ook niet persoonlijk op. Ik weet dat het gewoon voor Vee best wel lastig is om hier in Nederland in zijn werkbubbel te denken. Hey, laten we op vakantie gaan. Laten we lekker samen weggaan. Maar het is natuurlijk als partner zijnde wel leuk om te horen van... oh, ik wil echt graag met je gaan genieten of ik wil graag met je weg. Dus
dat was eigenlijk dit moment voor mij. Dat hij zei, laten we bijboeken, liet mij zien dat hij er echt aan toe was om gewoon nog even langer met mij te relaxen. En even lekker langer in dit moment te leven en te chillen. En ja, dat maakt me ook heel trots op hem. Want dan ziet hij toch in dat rusten ook heel belangrijk is. En het niet alleen maar om werk draait natuurlijk. Dus ja, dat was eigenlijk gewoon een heel, heel fijn moment. Heel relaxed moment. Dus we besloten toen, oké, we gaan bijboeken. Toen reden we uiteindelijk naar huis. En heel de rit naar huis, dat is ongeveer 40 minuten rijden, hebben we het gehad over hoe blij we zijn met ons leven nu. Dat er een babytje aankomt. Dat we een huis hebben gekocht. Dat ons werk lekker gaat. Dat het met ons heel goed gaat. Dat we echt een stuk zijn gegroeid in deze afgelopen tijd. Ik denk dat je kan zeggen dat het gewoon een heel mooi besefmoment was. Van hoe blessed we zijn. En dat we hier wel keihard voor hebben gewerkt. Dit is niet op onze schoot komen vallen. We hebben er allebei zeker wat dingen voor moeten doen en laten. En ik denk dat we daar de hele avond over hebben nagepraat. Gewoon op ons balkon nog, in bed nog, in het restaurant nog waar we gingen eten. Het was gewoon echt een hele mooie dag, een hele mooie avond. En wij werden eigenlijk wakker met een telefoontje uit de hel. Ik ga je niet vertellen wat er is gebeurd. Dat willen wij namelijk niet. We willen dat niet delen verder, maar ik kan je wel zeggen dat het heel ironisch was dat we ons zo peaceful en zen voelden op die avond. En zo gestrest op die ochtend. Ik kreeg ook gelijk last van harde buiken. Dus ik had echt steken en krampen in mijn buik de hele dag door. Het ging ook niet meer weg. Ik vond het ook best wel eng, want ja, het deed gewoon fucking veel pijn. Aan de andere kant was het ook wel een mooi besefmomentje dat ik dus niet echt stress in deze zwangerschap, want ik heb dit nog nooit eerder gehad en voor de rest gaat alles helemaal goed. Dus dit was echt de eerste keer dat ik stress ervaarde op zo'n niveau. Hopelijk ook de laatste. Maar ja, het was dat was mijn momentje wel. Wij twijfelden toen ook of we wel moesten bijboeken, omdat ja, het was eigenlijk niet het hele zen-gevoel. Dat was pleiten, dat kan ik je vertellen. Uiteindelijk dus toch besloten om nog bij te boeken en heel blij dat we dat hebben gedaan. Want we hadden het ook echt wel nodig om weer even tot rust te komen. Weer terug naar Nederland te komen en dan ook echt met peace terug te komen. Want anders dan val je van de chaos in de andere chaos, a.k.a. de verbouwing. En dat wil je gewoon niet. Het duurde wel even voordat we weer echt konden chillen en het konden loslaten. En we hebben, nou ja, veel bij elkaar gecheckt van, ben je oké? Hoe voel je nu? En nou, ik kan je vertellen dat ik gewoon heel trots ben op hoe we ons er samen doorheen hebben geritst. En even een besefmomentje hoe blij ik ben met wat voor mensen we om ons heen hebben die er altijd voor ons zijn en ons hebben geholpen met deze situatie. Maar nou, het was fijner geweest als het niet was gebeurd. Maar goed, hè? Ook zeker de nodige lessen eruit gehaald. En dus echt nog genoten van de extra 5 dagen die we hadden bijgeboekt. Ik ben ook heel blij dat ik besloot om niet te vloggen deze vakantie. Natuurlijk heb ik beeldmateriaal gemaakt. Vooral ook met mijn handycam, want dat vind ik wel heel leuk om te doen. Maar echt vloggen, daar had ik gewoon geen zin in. Ik wilde gewoon lekker met mijn man in het moment zijn. En zeker na die ene klap. Dus ja, ik kan nu wel zeggen dat we het achter ons hebben gelaten. En ik gewoon hoop dat het nooit meer gebeurt. Dus de 31ste vlogen wij terug naar huis, 31 januari. Wij kwamen toen thuis en KLM vertelde ons toen dat onze koffers niet konden worden gegeven, omdat er hele erge windstoten waren in Nederland. Dus de koffers konden niet worden gelost. Dat was ook niet heel chill thuiskomen, want dan kom je hier, zeggen ze eerst dat je 2 uur moet wachten op je koffers. Dan wacht je 2 uur en dan mag je weer naar huis zonder koffer. Maar goed, ook dat weet je, zoveel mogelijk proberen te laten gaan. En dan denk je, nou, ga dan maar even chillen als je thuis komt. Nee, die volgende dag, dus nog geen 12 uur later, stonden we in de ochtend in het nieuwe huis om de laatste check-up te doen. En daarna gingen we naar de notaris om te tekenen en de sleutels op te halen van ons nieuwe huis. Dus dat is wel heel mooi nieuws. En terwijl ik dat zeg, komt de zon binnen. En ze zijn toen die dag erna direct begonnen met de sloop, slash renovering, slash verbouwing. En dat is nu een week aan de gang.
En ik moet zeggen dat dat echt heel goed gaat. Het gaat sneller dan verwacht. Het gaat beter dan verwacht. We zijn ook meer kwijt dan verwacht. Maar hey, soms moet je gewoon investeren zodat het soepeler loopt. Dus daar ben ik eigenlijk heel blij mee. En daar heb ik ook heel veel zin in. Want ik kan gewoon niet wachten om het kamertje van de baby klaar te maken. En het hele huis klaar te maken. Het is gewoon een hele spannende tijd. En ik probeer overal van te genieten. Dat gaat zo snel. Ik ben 28 weken zwanger. Dat is de laatste periode van mijn zwangerschap. Ik zit nu dus in mijn derde trimester. En ik kan het niet geloven als ik dat zeg. Het is gewoon echt... Hoe dan? Wat de fuck is er met de tijd gebeurd? Het is bizar. Dus ik vind het ook heel leuk dat er vandaag tijdens de shoot ook full body foto's zijn gemaakt. Want ja, dan kan ik terugkijken in het blad en denken... Ach, ja, toen zat de baby nog in mijn buik. Maar goed, het is dus een hele drukke, chaotische periode. Ik ben daarnaast ook met heel veel dingen bezig. Met een van mijn grootste projecten ever. Wat ook gewoon een droom is die uitkomt. En ik kan het nog niet helemaal beseffen, omdat er heel veel gebeurt. Dus ik ben daar heel dankbaar voor. Maar tegelijkertijd heb ik het nog helemaal niet door. Heel veel zin in wel. Daarnaast heb ik ook aardig wat jaardeals naar binnen geharkt, waar ik heel blij mee ben. Dus dat zijn gewoon jaarlijkse samenwerkingen. En dat is heel fijn, maar aan de andere kant ook best overwhelming. Want dan zie je hoeveel werk je moet leveren in een jaar en denk je, it's quite a lot. Maar gaat me sowieso lukken. En kijk, het is voor nu gewoon even veel, omdat ik denk, oké, huis, groot project, baby, mijn leven daarnaast. En dus heel veel andere samenwerkingen. Maar het zijn wel allemaal hele leuke dingen. Dus I'm excited, man. Het is nu al een heel mooi jaar. En het is pas maand 2. Crazy. Dus nu heb ik jullie bijgepraat. En ik ga even wat belly pics maken. Want dat moet ook gewoon nog gebeuren natuurlijk elke week. Daarna ga ik de baby moon vlog voor jullie editen. Dat niet lang zal duren. Want dat zijn dus alleen maar beelden met mijn handycam. En dan ga ik chillen. Vooral daar heb ik zin in. Oeh, het is tijd om ons kleine babytje te zien. Nou ja, klein. Echt heel klein is de baby niet meer. Ik draag een topje van Jerf Avenue. Een blouse van Weekday. Broeks ook Jerf Avenue. En daarbij draag ik mijn Uggies en mijn Bottega tasje. Het is toch eigenlijk belachelijk dat ik 1 week terug ben van Curaçao en mijn tan is, ik denk nog 10% daar. Maar volgende week zal die weg zijn. That's sad. Oké, let's go. Nou jongens, poging nummer 2. Poging nummer 2. Gisteren waren we ook al op locatie van de Echo. Om vervolgens achter te komen dat ik hem verkeerd in mijn agenda had gezet. Het overkomt me echt nooit. Ik heb dat echt nog nooit gehad. Ja, het is echt fucked up. Maar gaan we weer. Hoe heet het ook alweer? Baby Glimpse. Oh, ja. Normaal gaan wij altijd naar prenatal voor de echo's. Alleen geven zij gewoon niet zo heel veel foto's mee. En dat vind ik jammer. Dus we gaan nu naar Baby Glimpse. Ik lees altijd hele leuke dingen over hun. Hoe noem jij het ook alweer? Een soort van de... Hoe heet het ook alweer? De echo-plek voor PN'ers. Ja, is toch ook een beetje? Ja, een beetje wel. Ja, ik daar voel komt beledigd iedereen, nu. Dat is toch juist ook de soort van de bedoeling? Of niet? Ik zou ook alleen maar echo's van BN's voorzien. Ja. Alleen dan is het interessant. Oh, dat is wel beledigend. Ik haal hem alweer weg, want het gaat nu weer te ver. Ik moet alleen nog eventjes mijn wenkbrauwtjes doen. En dan zijn we ready. En ik moet drinken. Je moet daar met een volle blaas komen. Maar ik vraag me af of dat nu nog echt nodig is. Want als ze de baby nu niet kunnen vinden, dan gaat er wel iets heel erg mis. Jouw blaas is altijd vol. Dat is ook zeker waar. En ook altijd leeg, omdat je moet plassen. Het is een soort gek dubio. Ja, I know. Very annoying, hè? Zit hij zeker naar de andere kant. Dat is echt kut, hè. Je hebt 50% kans waar je kuttelefoon zit. Wat je zo irritant. Ja, het gaat ook heel slom.
Amsterdam. Oh, jee. Jezus, maar die heb je ook nog. Het is helemaal niet 50-50. Nee, het is bij mij altijd 33,33. Deze lippies. Ik kan niet wachten om helemaal gek te gaan. Kijk, deze lippies. Echt schattig. Wat is dat dan? Dat is gewoon 2D. Oh, zo. Wat is dat dan? Wie is dit? Kijk hoe mooi. Heeft dus gewoon al haar. Ja, een paar puntjes. Of van weet ik niet. Maar het is wel... Ja, maar schat, ik had helemaal geen haar. Ik had letterlijk alleen hier zo haar. Dat hebben wij gemaakt hoor. Een little bebbe. Echte knappie, hè? Deze. Ja, stom gezichtje, jongen. Echt helemaal tegen de wand aan. Blijkbaar heb ik een heel lekker buikje. Het is echt zo'n... Ja, gewoon hoe je een lip zou tekenen. Echt die zo, die bovenkant zo. Dit, ja, hè? Echt zo'n Cupid's bow. Ja, zo. Ja, echt. Kijk eens, dikke. Je onderlip. Maar ik heb ook een beetje een onderlip. Jij hebt ja, wel veel hebt meer... ook een dikke onderlip. Ik heb wel lip, maar hij zit gewoon binnen. Ja, heb je lip? Ja, kijk dan. Ik heb gewoon hier genoeg... Alleen ja, misschien moet ik het ook even zo omhoog duwen. Met lijm. Lijm. Bella Hadid heeft dat gedaan, hè? Die heeft geen fillers, maar die heeft dit naar boven laten klappen, zo. Dus ze hebben haar huid weggehaald. En dan dat vastgemaakt. Dat vastgemaakt. Dus dat is geen filler, dus dan kan ze het natuurlijk noemen, snap je? Oh ja. Nou jongens, nu gaan we 2 uur naar Leeuwarden rijden. Iets minder wel. Uur 38. 1 uur en 38 minuten. Want we moeten een vloer uitkiezen. Ja. Voor mijn gevoel hebben we dat al 300 keer gedaan, maar dat klopt ook. We gaan er ook echt minstens een uur over doen om uit te zoeken. Als we binnen 5 minuten het weten en we moeten daarna weer doorrijden, is het gewoon 4 uur te planken in de auto. Ja, dat is echt kut, hè? Ja. En wow, dat is gewoon ik wel. Bijna naar Parijs. Ja, dat is als je gewoon helemaal doorrijdt, dan ben je misschien in de buurt bijna in Parijs. Wat bizar. Maar goed, it's for a good cause. Dan hebben we een mooie vloer.